Net zoals in de rest van Nederland was het ook even aanpassen bij NEC. De training van de vrijdagmiddag ging naar de vrijdagochtend. Ja, Junis kwam eraan, dus we hebben maar besloten om hem iets naar voren te halen, zodat iedereen rustig naar huis kan en geen last heeft van verkeer en of de wind zelf, dus prima. Er kon veilig getraind worden en iedereen was op tijd binnen. Dan nog even de wedstrijd van afgelopen weekend. Er werd gewonnen bij Heerenveen. Dat waren belangrijke 3 punten. Ja, zeker. Ik denk dat het weer een uitwedstrijd is die je winnend afsluit. Ik denk een slotfase die onrustig was, hè, die wat langer duurde dan normaal. Maar daar hebben we volgens mij wel laten zien dat we volwassen zijn en hem goed hebben afgesloten. Ik doelde vorige keer, zei ik van het zit niet zo lekker in de groep, maar eigenlijk misschien juist wel goed zit. Als je zo snel kan herstellen van zo'n nederlaag. Ja, ik was het ook niet met je eens daarover. Ik vind ook dat je geïrriteerd moet zijn en dat je elkaar best wel een beetje af en toe de waarheid mag zeggen als je slecht speelt. En dat hoort erbij. Dit is ook profvoetbal en je wil winnen. En uiteindelijk laten ze dan 2-3 dagen later zien dat het wel een team is. En dat je gewoon met elkaar vecht en die punten binnenhaalt. En dan, dat geeft wel aan dat er in deze groep in ieder geval heel veel strijd en samenwerking zit. Ja, is dat misschien ook wat je mag verwachten van de ploeg in de Eredivisie? Inderdaad, die irritaties naar elkaar uitspreken. Mag in ieder geval verwachten dat je van elkaar eist dat je het beter doet dan dat je doet eigenlijk. Zeg maar. Je moet altijd meer van elkaar vragen. De lat moet altijd hoger. En soms zit iemand niet lekker in de wedstrijd. Nou, dat heeft iedereen. Maar je mag wel van elkaar dingen eisen. En ik vind dat we dat nog wel meer mogen doen. En het hoeft misschien niet altijd zichtbaar te zijn. Maar uiteindelijk moet het alleen maar zijn om het elftal te verbeteren. Jordi Bruin trainde nog apart naar zijn blessure. En is op de weg terug. Bijna daar, laat maar zeggen. Ik probeer gewoon een beetje van dag tot dag te kijken. Dus vandaar dat ik vorige week in ieder geval niet heb kunnen spelen. En deze wedstrijd misschien net te vroeg komt. Of misschien haal ik Vitesse wel, maar niet, we gaan het zien. Zaterdag is RKC Waalwijk de tegenstander. Niet zomaar een ploegje waar je even 3 punten tegen haalt. In Waalwijk werd er zelfs verloren met 2-1. Ja, daar hebben we natuurlijk in de slotfase niet goed gedaan. Hè. Dat was een matige wedstrijd van ons waarin we wel voorkwamen. Maar waarin RKC dan gelijk maakte en de tweede helft was matig. Maar geef hem in de laatste minuut weg door niet roekzichtloos te verdedigen. En dat hebben we denk ik wel de afgelopen weken beter gedaan. Of de weken daarna beter gedaan. Maar je weet dat RKC veel kwaliteit heeft, zeker voorin. Utgaard, Kramer, Stokkers zijn gevaarlijke spelers. Dus ja, daar zullen we morgen wel scherp in moeten zijn. Ik denk dat als we dit weekend winnen, dat het misschien wel echt een heel mooi seizoen kan worden. Maar we zijn er in ieder geval nog niet. Ik denk dat deze wedstrijd... Dus daar nog belangrijk is dat als we niet winnen, dat het eigenlijk voor niks was wat we in Heerenveen hebben gedaan. Ja, ik zag je na de training de hele tijd nog met Duland praten na afloop van de training. Ja. Waar hebben jullie het over gehad? Ja, er is iets tussen hem en mij, maar ik praat met heel veel spelers en soms doe je dat binnen achter een bureau en soms is het lekker om buiten te doen. Aan het support zal het zaterdagmiddag niet liggen, want de stadions mogen weer vol en NEC speelt dan ook in een volle Goffert. Ja, ik ben heel benieuwd hoe volle grof het voelt, want ik weet niet of ik dat überhaupt al echt helemaal heb meegemaakt. Ja, misschien in het begin van dit seizoen in Zwolle was die ook volgens mij was het een snelkookpan volgens mij van mensen. Maar we hebben heel veel zin in. Een mooie thuiswedstrijd zaterdagmiddag. En, we hebben er heel veel zin in.